Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Prani Ujjayi project moet planten onder jongeren stimuleren. Monitoringsteam gaat veiligheid ondernemers ter hand nemen. En regering geeft uiteenzetting over noodzaak aanpassing subsidiebeleid. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zijn 64ste verjaardag het Prani Ujjayi project gelanceerd. De bedoeling hiervan is om het planten bij voornamelijk kinderen te stimuleren. Dit project wordt uitgevoerd door First Lady Melissa Santokhi Sinasheri in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op 3 februari zijn 64 gezinnen voorzien van plantmateriaal. We komen net van Livorno, daar hebben we heel wat adressen aangedaan. En we hebben samen met de bewoners, met name de jeugd, kleine kinderen, net geplant. We hebben geïnvesteerd in de toekomst. We hebben geïnvesteerd in de toekomst van de kinderen. We hebben geïnvesteerd in voedselzekerheid. We hebben geïnvesteerd in ook voedselveiligheid, want LVV gaat hen begeleiden in het hele traject. Maar we hebben ook geïnvesteerd in bewustwording. Dat we een agrarisch land zijn, met zoveel agrarische mogelijkheden, agrarische gronden. En ik vroeg net aan heel wat van de jongeren daar zo, of ze Bredeboom kennen. En de meesten hebben het niet gegeten, de meesten kennen het niet. Terwijl het een zeer voedzame vrucht is. We gaan terug naar die basics. We gaan terug om die samenleving te beschermen. We gaan terug om ze weerbaar te maken. We gaan terug om het in ieder geval onafhankelijker te maken. En ook gezonde voedsel. Thuis bij me heb ik heel wat dingen daar. Ik plant niet zelf, dat weet ik vroeger. Mijn broer plant. We hebben heel wat groentesoorten. Heel wat fruitsoorten. Hoef niet eens te kopen. En je hebt gezonde bladgroenten, oker, peper, karkom. En dat moet terug. Vroeger hadden we op school, de ouderen weten het, je kreeg op school landbouwles. Maar als je nu met jongeren praat, we gaan weer moeten planten, we gaan weer naar die agrarische sector, denken ze. Weer die oude dingen die ze gehoord hebben van tjapu, hark, forku, ouro. Nou, tegenwoordig hebben we moderne technologie. Dat je op een klein stukje grond, met toepassing van moderne technologie, hydroponic, maar ook betere variëteiten, betere zaden, meer productie, hogere productie. Die dingen zijn er. En daarom gaan wij veel investeren in de agrarische sector, maar ook zorg dragen dat die opleidingsinstituten weer komen, zodat onze jongeren ook kunnen afstuderen op HBO-niveau, op bachelor-niveau, op master-niveau, PhD, op het gebied van de agrarische sector, want dat is het probleem wat er speelt in onze samenleving. Met name worden ze beïnvloed door de ouders en de omgeving. Je moet daar naar de universiteit, je moet daar naar die middelbare school, je moet daar naar die Milo gaan. Maar die toekomst zit in die oil en gas. Die toekomst zit in die agrarische sector. Die toekomst zit in toerisme. En waar moet je dat leren? Op die technische studierichtingen. Polytechnisch, Natin. En die andere gespecialiseerde opleidingsinstituten, daar moeten we gaan. Daar verdien je meer. Daar is er een betere toekomst. Dus die mindshift moet er ook komen bij ons als samenleving, bij ons als ouders. Maar zeker die mindshift moet komen bij het
aansturen van kinderen om goede keuzes te maken voor hun toekomst. Geweldig vindt u dat dit gebeurt op de jaardag. En dat geef ik als cadeau. En ik heb aan toegevoegd om dit project nooit te vergeten. Parani in Ujjari ta president verjari. Dat ga je nooit meer vergeten. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een monitoringsteam geïnstalleerd die zich gaat buigen over de veiligheid van ondernemers. De installatie heeft plaatsgevonden op 6 februari. Het monitoringsteam is een van de resultaten van het gesprek dat de bewindsman op zondag 18 december 2022 had met een vertegenwoordiging van de Suriname Chinese Business Alliance. Eerder gezegd ook dat ik heel blij ben met de installatie van deze commissie. Het is belangrijk om samen tegen criminaliteit op te trekken. Weet je, om ons te bundelen tegen criminaliteit. Het is ook goed voor Suriname om gezamenlijk één richting te kijken bij de aanpak van de criminaliteit. De overheid, het ministerie van Justitie en Politie, het Korps Politie Suriname en alle andere veiligheidsinstituten, we kunnen het niet alleen. We hebben uw ondersteuning nodig. We hebben die samenwerking nodig. De ondernemers, uw doelgroep, uw werk, uw onderneming staat en valt met veiligheid. Toch? Los van alle winsten, alles wat u kunt maken met zaken doen, wanneer er geen veiligheid, wanneer er het veiligheidsgevoel, de veiligheid in het land in het geding is, in het gedrang komt, gaat uw zaak niet kunnen bloeien. Omdat, if sma ifride, mopo uit den osso, voor gonama restaurant, voor waka gonama supermarkt, nou een probleem. Omdat ze maar moest vierensre vrij, heeft nou een kiemeisje voor 12 jaar, heeft nou een boy voor 9 jaar, en maar ik schrijf een boodschap aan iedereen, dat ga dat voor me doen, go bij zo'n sangim, hij moet dat vrijelijk kunnen doen. Niet dat wanneer hij onderweg is, dat hij gestopt wordt, of dat ze stil worden gehouden bij bruggen of bij voor zaken, tak de noman samoro of kan de gawin kri boy elastic ding, dan wordt het moeilijk. Want misschien op dat tijdstip kan die moeder niet zelf naar de winkel gaan, je stuurt je kind en het is een probleem. Winkelman, supermarkthouders, ik draai supermarkt, ze worden beroofd, ze worden geslagen. Op die manier zal het niet gaan, toch? Dus daarom zeg ik van, ik ben blij dat we vandaag deze commissie kunnen installeren. Het gaat om commissie veiligheid van de ondernemers. De bedoeling is dat verschillende stakeholders bij elkaar zijn gekomen om dus opdrachten van de minister uit te voeren. We gaan ideeën, adviezen uitbrengen, zodat de zaak veiliger kan worden gemonitord om uiteindelijk te komen tot een veilig Suriname. Betrago CBA, dus ook een bouwang team ook toe. Hoe wil ik team samenwerken met de politie? Dus komen de dingen ook een happy voor de veiligheid associatie naar de community. Zijn er problemen voor de ondernemers?
Dus enkele no-no de sociale veiligheid is zo bij. Dus alles om maar is in. Dus alles om maar is vrede, de animals. Dus je noemt vrede voor de zaak. No-no de. Daarom heb je een boven werk team dan is go-to. Dat kan happy ding. Voor me kan ding het dan lustig zijn. Zo kan het dan veilig voor doen hoe de zaak. De regering, vertegenwoordigd door een viertal ministers, is tijdens een op maandag 6 februari gehouden persconferentie breedvoerig ingegaan op de uitfasering van diverse subsidies. Benadrukt wordt dat de overheid niet oneindig kan blijven subsidiëren. Er is vooral nadruk gelegd op de noodzaak om de brandstofsubsidie geleidelijk af te bouwen. Wij brengen u een compilatie van het persmoment. Die aanpassing van de brandstofprijs is geen maatregel die op zichzelf staat. Hij past in een pakket aan maatregelen van de regering die te maken hebben met verbetering en ordening van prijzen en zorgen dat de opvang via subsidies beter loopt dan wat nu gebeurt. Het is niet houdbaar om de brandstofprijzen, om die subsidies die we geven, om dat te continueren. Per maand gaat er aan de subsidie, voornamelijk voor diesel, gaat er voor 350 miljoen aan subsidies voor diesel. En dat is iets wat niet getrokken kan worden. Dat is meer dan 2 miljard op jaarbasis. Onze belastingbetalers, ons staatsapparaat, kan dat niet trekken. Nu was de subsidie op diesel was 10 SRD. En dus is gevraagd om het in twee stappen af te bouwen. En als het goed is, is vandaag de eerste stap van 5 SRD erin gekomen. En zal ongeveer een maandje later zal de tweede stap zal erin komen. Willen we dat dat beleid werkelijk vruchten gaat dragen, effectief gaat zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat dat sociale beleid kan rusten op de schouders van een goed geregelde macro-economie. Wij hebben dus deze keer gezegd, bij de afbouw van de brandstofsubsidie, daar horen andere maatregelen bij. We moeten de begroting in orde krijgen en laten we het deze keer op de goede manier doen. Laten we het doen niet door verder te knippen in de voorzieningen, want wat ga je doen met een politieapparaat dat niet in staat meer is om zijn uniformen en zijn schoenen te krijgen? Ik bedoel, je kunt niet verder bezuinigen. Dus dat is één zaak. De andere zaak is, haal de inkomsten. En wij hebben in de afgelopen weken gepraat met het bedrijfsleven en de vakbeweging. En het bedrijfsleven en die vakbeweging hebben hele goede inzichten gedeeld met de regering. En wat de vakbeweging onder andere zei is, regering, jumgo tekamoni PED, haal het niet nog een keer bij die loontrekkers, de rek is eruit. Die loontrekkers kunnen dat niet meer dragen. Er is al vandaag bevestigd, we hebben gesproken met de SPSB, de PIU heeft contact gemaakt en de overmakingen rollen al vanaf morgen, dat de verschillende huishoudens behorende alvast tot het sociaal vangnet, de vier categorieën die ik net genoemd heb, zullen alvast die 1800 SRD dan ontvangen. Middels ons sociaal programma, meer bekend als SBP, Social Beneficiary Program, willen we alvast de 7 maatregelen die ik net genoemd heb. En ik ga het herhalen. Het was dan brandstof, elektriciteit, voeding, de basisbehoeften, transport, koolgas, water en medicamenten. Alvast een stukje verlichting brengen. Dat als alles wordt afgebouwd, volledig wordt afgebouwd, moet ik aangeven, dat dit systeem dan voor een stukje verlichting opvang moet gaan zorgen. Hiermee proberen we dan alvast de mensen 1 uit de 4 categorieën hulp te bieden. Dat betekent dat morgen 14.333 sociaal zwakkeren dan alvast ondersteuning zal krijgen. Daarin hoort ook de mensen met de beperking, zoals ik al heb genoemd. En apart daarvan zullen we het continueren richting de middenklasse die uiteindelijk door middel van de verschillende afbouw van object naar subject dan ook in nood zullen zitten. En dat zij ook hulp nodig zullen hebben van de regering.
Van deze plaats uit wil ik dus alvast aangeven dat deze tariefaanpassing met betrekking tot boot- en bushouders, en dan met name openbaar vervoer, dat wij dat gedeelte opvangen middels dus nog objectsubsidie. Dat betekent dus dat de passagier geen extra kosten in rekening gebracht mogen worden. De tarieven blijven gehandhaafd. De regering zal dat gedeelte voor enkele maanden nog opvangen. Dit dus met name objectsubsidie en richting subjectsubsidie, omdat wij nu nog met het ministerie van Sociale Zaken of binnen de regering nog zaken bezig zijn uit te werken. Met name het digitaliseren van zeker het openbaar vervoer, zodat wij die overstap kunnen maken. Ook hetzelfde geldt voor de NVB. Dus geen extra verhoging of geen verhoging. Dat kan niet, dat mag niet, omdat deze doelgroepen, deze busorganisaties, deze instituten opgevangen zullen worden middels de objectsubsidie. De afgelopen maanden zijn we continu in overleg geweest, de koppen bij elkaar gestoken. In 2021 was het zo dat bij de introductie van de nieuwe tarievenmethodologie in het kader van de energietarieven, dat het uitgangspunt was dat we in 3 termijnen, dus 2 jaar, 3 termijnen, de subsidie zouden afbouwen. Vorig jaar hebben we de verdere afbouw van de subsidie aangehouden. Met name de vakbeweging, maar ook het bedrijfsleven heeft toen aangegeven behoefte te hebben om ook een bijdrage te leveren. Is overleg geweest met de president. Die ruimte is hen ook gegeven. Is een commissie in het leven geroepen, die is aan de slag geweest. En er is een rapport gepresenteerd. Dat rapport hebben we als sector becommentarieerd. Ik moet aangeven, ze zijn gekomen tot een 38-tal aanbevelingen. En we hebben feedback gegeven op dit moment op elk één van de aanbevelingen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.